kijken wat voor e-mailtje we binnen hebben gehad. Was je in de Efteling? Ja, dat was die ook inderdaad. En dat is... Ik heb met jou in de bobslee gezeten. En dat zal wel. Dus ik werd gewoon gebombardeerd tot huissitebouwer. Dus we hebben toen gekeken, want ik weet dat ook niet allemaal natuurlijk. Dus ja, wat is het? Wat moet erop? Wat voor informatie is belangrijk? En toen zei Jordy en Jan van nou, dat en dat willen we dan wel erop hebben. Nou, dat staat er nu dan ook allemaal op. Jullie zijn wel veel bezig hè, met Jordy? Ja. Heel erg veel. Jordy voor, Jordy na, zeg maar. Ja. Nee, maar hij heeft natuurlijk altijd op hem dat op allemaal. En als hij naar Duitsland moet, dan willen we met hem meegaan natuurlijk. Mee rijden, hè? Ja, als het enigszins kan, willen we hem toch ook daar steunen. Es war schon so vor 1000 Jahren, so ist es heute, ich hab's erfahren. Die Wahrheit wird von Gott geschenkt, erst wenn mein Herz an Opa denkt. Ik hoorde vaker voor, Opa. Ja, dat heb ik in de gaten, ja. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das wird doch viel zu schön. Het kan gebeuren dat het in september, oktober, maar dat kan ook ineens nog een maandje later in november. In die maanden kan het gebeuren. Ja, dat hij in Duitsland daar zit op te treden en dat hij hartstikke leuk vindt, volle zalen. Nou, zij heeft een bepaalde gaafhezen en zij ziet dingen in de toekomst. Het is een gevoel is dat. En je ziet diegene niet natuurlijk, je hoort het alleen zo. Iedere keer wordt tegen me gezegd, daar moet hij heen, daar moet hij heen. Hallo! Hallo! Liebe Schlackerfreunde! Mancher! Goed zo, mancher! Als het echt succes wordt in Duitsland, ga ik misschien, net als Louis van Gaal, naar de non in Vught. Daar krijg je gewoon een spoedcursus Duits. Dan word je gewoon 3 weken, geloof ik, helemaal geript als Duitser. Bist du fertig? Jawohl! De kindsterretjes die vanuit Nederland naar Duitsland gegaan zijn, Heintje, Wilma, Jan Smit, dat waren allemaal jongetjes iets hebben wat anders is. Ik speel zo gerne voetbal. En dat heeft Jordy ook. Daardoor vallen ze ook wel op zoiets, denk ik. Luisteren. Zodat het leukste. Ik zag. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das wird doch viel zu schön. Ik denk dat het goed aangeslaan in Duitsland. En niet dat hij nou Nederland zal verlaten. Dat helemaal niet. Want het Nederlandse lied blijft bij hem toch ook heel erg hoog in het vaandel staan wat dat betreft. Maar Duitsland, ja. Wie weet wat er nog in de toekomst ons staat te wachten. Er is iemand in Duitsland die een oogje op hem heeft. Dus ja, of dat wat wordt, dat weet ik nog niet. Want daar wordt er niet veel over gezegd eigenlijk. Maar in Duitsland wel. Hij gaat heel veel naar Duitsland toe. Wat zou je openingszin zijn? Goedendag, ik ben Jordy. Ik liebe die.